Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, toen McLaren als conceptcar de McLaren P1 introduceerde op de autoshow van Parijs in oktober 2012, toen zeiden ze, ja, we gaan er maximaal 500 exemplaren van vervaardigen. Een half jaar later werd het definitieve model gepresenteerd en toen zei McLaren, het volume is bepaald op 375 stuks. Maar weet je dat er uiteindelijk 376 exemplaren zijn gemaakt van die supercar uit Woking? Juist één exemplaar meer dan dat je overal in de geschiedenisboeken over die legendarische McLaren P1 vindt. Maar wat is daar nou de exacte reden van? Ja, dat hoor je in deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Allereerst, hoe zijn ze gekomen op dat volume van 375 exemplaren? Nou, op die autoshow van Parijs oktober 2012 presenteerde McLaren een studiemodel van die P1. Auto gespoten. Ja, in gewoon een carrosseriekleur Volcano Orange. Maar alle ramen zwart. Interieur mocht je nog niet zien. Ook niet als je een potentiële koper was. Nee, daar stond een studiemodel. En pas een half jaar later kreeg je dan de definitieve auto te zien. Maar weer terug naar Parijs. Daar hadden zich 750 gegadigden gemeld voor die nieuwe supercar uit het Engelse Woking. Ja, en 750, ja, dat waren er veel meer dan 500 exemplaren. En wat zei McLaren toen? Oké, hoeveel gaan we er dan uiteindelijk bouwen? Wat als we nou 750 gedeeld door 2 doen, dan komen we op 375 stuks uit. Vandaar dat het oplagecijfer, zoals het ook in dit exemplaar hiervoorin staat vermeld, 375 stuks is. Maar ja, ik zei net al, er is er eentje extra gebouwd. En dat is eentje die staat niet in de geschiedenisboeken. Dat is eentje die staat niet op dat type plaatje, op dat serienummer zoals die hier in die auto aanwezig is. Nee, die auto die is pas veel later gebouwd. Ja, de productie van de P1 die startte in eind 2013. Die liep in 2014, liep in 2015. En toen de productie met nummer 375 ten einde was, ja, toen ging McLaren over op een nieuw project, onder andere de P1 GTR. Maar ze gingen ook kijken van oké, we hebben nu de P1 als eerste stap in die Ultimate Series. Maar wat gaan we daarna brengen? Ja, en dat waren natuurlijk nieuwe supercars. Maar ze hadden één probleem. Ze hadden eigenlijk geen referentieauto meer. Een auto, ja, volgens de kernwaarden, volgens de opbouw, volgens de filosofie van een klantenauto. Ja, die hadden ze niet meer. Ja, die hadden ze wel, maar die hadden ze zelf ingezet. Als testauto, als demonstratieauto. Die auto die was afgebeuld, die was gefotografeerd, die was gepoetst. Die had onder de brandende zon gestaan. Die had waterplassen op de weg had die getrotseerd. Die auto, ja, die had toch wel even flink op zijn donder gekregen. En volgens McLaren was dat niet meer de juiste referentieauto voor de toekomstige supercars in die Ultimate Series. Zoals McLaren dat voor ogen had. Die auto overigens, die maakte deel uit van de McLaren familie. En die maakt zelfs nu nog steeds deel uit van de McLaren collectie. Ja, die auto die staat gewoon in de fabriekshal. Daar staat hij als een monumentaal product. Een auto met een hele rijke historie. Want een item in Top Gear, een legendarisch item. Want ja, hij heeft alle windstreken heeft hij gezien. De auto is overigens getaxeerd. Dan heb ik het over 2018 toen ik het voor het eerst hoorde. Op een prijs van 4 miljoen euro. Ja. En waarschijnlijk is het de McLaren P1 met de allerhoogste kilometerstand ooit. Maar ja, die kilometers, dat betekent niet dat je die auto afschreef. Sterker nog, hij werd dus alleen maar meer waard. Juist vanwege zijn unieke karakter wat hij heeft. En waar had dus McLaren die referentieauto voor nodig? Nou, en dat is een auto, een van de auto's zoals die hier staat. Dit is de McLaren Senna. Ook deel van de Ultimate Series. Gebouwd en ontwikkeld na die McLaren P1. Ik zei het al, de laatste P1 werd in 2015 vervaardigd. De ontwikkeling van deze auto startte daarna.
ongeveer 2017. En toen hadden ze dus die referentieauto nummer 376 gebouwd volgens de originele klantspecificaties, maar alleen gebruikt voor intern doeleinden. Juist, en die ontwikkeling, die auto hadden ze dus nodig voor de ontwikkeling van deze auto. En waarom? Ja, omdat ze wilden weten van welke richting gaan we met die Senna op. Maar niet zozeer dat het de directe opvolger is van die P1. Nee, juist niet. De auto heeft een totaal ander karakter. Na die P1 werkte McLaren zelfs aan twee projecten. De ene kennen we dus als de Senna, zoals die hier staat. En de ander is de McLaren Speedtail. Codenaam BP23. BP23. Een Speedtail. Dat was een auto. Gericht op de autobaan. Gericht op een zo hoog mogelijke topsnelheid. Die Senna, gericht op zo hoog mogelijke bochtsnelheden. Zoveel mogelijk downforce. En die McLaren P1, dat was juist de ultieme allrounder. Uitermate goed geschikt om hard te knallen op de Duitse autobaan. Uitermate goed geschikt om juist op het circuit heel hard te gaan. Met heel veel downforce dat deze carrosserievorm genereert. Ja, dus waar positioneerde je die P1, zeg maar in het midden? En daarnaast, richting het circuit, kwam dus die Senna. En dan richting de autobaan kwam dus die Speedtail. En daar hadden ze dus nummer 376 voor nodig. Om juist die andere twee telgen binnen die McLaren Ultimate Series te ontwikkelen. Ja, de McLaren P1. Bizarre creatie. Dit jaar, 2022, viert hij zijn 10e verjaardag. Maar als je daar die auto ziet staan, dan zie je daar de leeftijd absoluut niet van af. En behalve die Senna en die Speedtail zijn er nog enkele Ultimate Series modellen gekomen. Zoals die Sabre voor de Amerikaanse markt en die Elva, die supercar met optioneel een voorruit.